Als ik op zulke tijden opsta, dan weet je wat dat betekent. Ik kan natuurlijk niet hard praten van aan slaap hoog, maar. Ik weet niet. We gaan vandaag naar Hengelo. 3 uur reizen. Ik ga gewoon met deze grote vriend aanzetten. Ik heb het al een beetje ingepakt. Mijn cadeau van Miro nog. Maar de telefoon heeft dus afgelopen dag niet opgeladen. Dus ik moet hem nu nog opladen. Sorry, ik moet een screenshot opmaken. Ik wil vandaag mijn telefoon. Maar ik heb gelukkig nog wel een half uur. Tot ik moet aanrijden naar het station. Mijn vader en ik reden daar naar het station. En ik was mijn pet vergeten. Terwijl het weer tot binnen rende. Toppie. Kijk eens jongens, we zijn er in Hengelo. Nu nog een plaatsje lopen naar het plantsoen waar het te doen is. En de deur is over een half uur open, zeg maar. Dus we moeten eigenlijk een half uur wachten. En hier komt pas om 3:30 vanmiddag, zo op mijn hoofd. Top je dit. Kijk, het ene moment heb ik stress omdat ik op Utrecht sta en er warm voor Miro. En er ineens geen treinen meer rijden, door het eerst Miro mijn vader moet bellen en volgens een taxi van 90 euro. Het andere moment ben ik zo vroeg dat het plantsoen nog niet op mogen. Dus ik sta hier nou maar bij Schouwburg Hengelo en we gaan maar wraps eten, want ik heb nog niet gegeten vandaag, het is bijna 10 uur. Om 10 uur gaan mogen we trouwens wel op. Miro treedt pas om 3:30 op, dus het wordt 5,5 uur achter, maar maakt niet uit. Ook van de Albertijn, vegetarische smoothie die. Van de Fairytales. Smaakt wel goed. Daar is de ingang. Maar we moeten nog even wachten. Ik zit hier gelukkig gewoon op een bankje. Het is nog maar 8 minuten. Jullie gezellig met mij mee? En I was running far away, but I run up the world someday. Nobody knows, nobody knows. I spent so many nights thinking how it did me wrong. Break, baby, how do you sleep when you lie to me? How would I know? 'Cause when the sun goes talking to the moon, feels like we lose. Terug vanmiddag hebben Milena en Rosanne dus niet weggaan. We hebben nog een volledig programma hier op het Kids Villa podium. Veel plezier! Succes. Dus jongens, blijf alsjeblieft hier op het veld. We hebben zometeen fantastisch leuke optredens. Heel interactief met de kinderen. Richting Kids at the Park. De stokjes 2 jaar geleden overgedragen. Helaas ook toe corona. Maar ze zijn er weer. Kids at the Park is er weer. Blijf vooral hier op het veld. Milena en Rosanne komen zometeen deze kant op. Doen zometeen nog even een soundcheck. En dan zijn ze hier op het podium bij Kids at the Park. Kennen we hem wel. Dus zing hem lekker mee. En dansen mag natuurlijk ook altijd.
Hier is Sister BFF. Als... Komt-ie? Dan waar ik ook sta, jij bent mijn Sister BFF. Alles is cool. Film ik nu? Ja, maar ik kan ja, op moet... Ja, links kan je dan weer. Oké, oh ja. Ja. Oh ja, hier ben ik hoor. Ja, ik film alles. Ik ben... Even kijken waar je op moet klikken. Hoi! Ik weet waar ik op moet klikken. Oké, dus ik heb nog een paar mensen naar de verkocht. Dat kan ik natuurlijk niet filmen. Daar is Miro. Mijn familie bij. En dat is gewoon privé. Dus ik ga het wel laten zien. Voor de weet ik veel hoeveelste handtekeningkaart. Nee, ik ben met iedere kaart natuurlijk blij. Er zijn nog twee waar ik extra blij mee ben, omdat die gepersonaliseerd zijn. Een nieuwe extra kaart. Kijk, deze had ik vanochtend nog op. Deze is net nieuw. Ze wisten de prijzen niet meer, omdat ze al heel lang niet zijn geweest. Dus ze waren 3 euro goedkoper dan ze vroeger waren. En daar ga ik natuurlijk niks van zeggen. Maar ik heb ze er wel op geattenteerd. Hey, ze vonden het goed voor die 3 euro minder. Dus, hey, I don't mind it. En dan heb ik hier nog dit shirt in maat 146-152. Niet dat ik dit ga passen, maar het is leuk voor mijn kast. En als laatste, wat nieuw is vandaag, heb ik het andere shirt dat ik zag liggen wat ik nog niet had. No shit, sir, ik kan het ook niet. En dat is deze, Wanna Be You, in maat 134-140. Ja, maar daar betaal je nog 10 euro op zich voor. Maar het maakt niet uit, want ik wil een keer kijken of er een soort van kledingrek of zo, waar ik het kan ophangen. Mijn kast, mijn merchandise zit echt overvol. Waarom er geen beelden van, niet, ja, amper beelden van Miro en optreden. De beelden, ik heb alles gefilmd, maar op een of andere manier heeft mijn telefoon die beelden niet opgeslagen en ik had geen backup camera. Gelukkig was er dus iemand anders bij van Miro fandom, die niet op beeld komt, ook niet in deze video. Maar die heeft zeg maar haar video's naar mij doorgestuurd, waardoor ik toch een beetje een soort van beeld heb voor jullie. Maar vandaar dat er amper iets in zit. Als je het video leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk mijn kanaal voor meer video's. Druk ook het belletje naast. Abonneer dan misschien nooit meer melding van mij. Je hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat video's jij nog meer wilt zien in mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video.